Goedemorgen. Het moet wel de eerste keer zijn dat er zoveel volk is als het beachhouse gesloten is. Wat gaan we doen? We gaan ploggen. En ploggen is een samenraapsel van plokka en joggen. En plokka is afval opruimen. Jean Dont, goedemorgen. Goedemorgen. Je weet toch dat de ploggers op je aan het wachten zijn? Dat is niet waar. Echt wel? Ja, daarnet stond ik hier alleen. Goedemorgen. Ah, Jean Plok. Meent jij dat nu? Meet je dat nu? Dat alles dat artificieel is en dat niet op een strand hoeft te liggen. Mag je meenemen? Blijven jullie allemaal koffiekoekje eten? Ja. Ja. Dat is echt een hele stomme vraag eigenlijk. Dat is waar. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn al bezig. Hoor. Is het niet de bedoeling dat jullie ook lopen? Ja, sir. Er ligt zoveel op strand dat je eigenlijk niet kunt lopen, omdat je om de meter moet stoppen om iets op te raken. Dat is schandalig eigenlijk. Ja. Ik zet hier twee stappen en ik vind alweer de volgende sigarettenpeuk, dus dat is zo wat ter plekke wacht. Wat is dat? Al veel gevonden? Hier, ik heb het eens nog in mijn zak. Dat kan beter. Eigenlijk is dat positief. Ik heb plaats gevonden onder het zand. Als je later oud en verlept bent, wilt je dan ook zo'n stok om alles op te rapen? Ja, dat is wel cool, hè? Oh, jong, zie, dat is een krokodil. Schoenzool, met een grote voet. Maar wie wast er zich nu op het strand met een washandje? Geen idee. Normaal moet het joggen ondertussen vuil oprapen. Marie laat dat vliegen en dan loopt ze erachter. Dat is de opbrengst. Kijk, dat is voor alle duidelijkheid, nadat de gemeentelijke diensten er iets geruimd hebben. Wij doen dit elke zondag, wij doen dit zelfs elke dag op het strand hier van Oostende. Ja, dat is tof om te weten dat dat er nu niet meer ligt, maar dat is natuurlijk jammer om te weten dat dat er lag. Hè. Dat is het beste van ploggen. En dat geeft geen afval. Nu nog niet. Smakelijk! Dat kan wel. Dat kan wel.